In een maand dat het nou niet bepaald overloopt van de grote AAA, huge ass, motherfucking games die iedereen moet spelen. Dan moet je op zoek gaan naar verborgen parels. Games die misschien niet op het eerste uh, uh, oog opvallen. Maar als je ze dan gaat spelen, toch behoorlijk sterk blijven te zijn. En onze oog viel eigenlijk al vanaf de E3 2021 op een stilistische game genaamd Track to Yomi, een samurai game um, rond de uh, warrior of, of nou, in ieder geval de samurai Hiroki uh, in de endo tijdperk en um, eigenlijk vielen we eigenlijk allemaal als een blok voor de stijl, grafisch. En dus waren we heel erg benieuwd of de game dan ook heel erg Tof zou zijn. Uh, we hebben nu allebei gespeeld, uh, Skate. En ik had jou er ook bij gezet, omdat um, ja, je houdt van uitdagende uh, zwaardvecht gameplay. Ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, prachtige souls-like games gespeeld. Je houdt van action uh, games. En ik was eigenlijk ook heel erg benieuwd. Um, ja, wat, wat gaat dit brengen, deze game? Ja. ja, wat je al zei toen we hem voor het eerst zagen. Ik bedoel, je hebt het over verborgen pareltjes. Maar eigenlijk uh. vanaf het allereerste moment dat we deze zagen. Ja. Uh, hadden we al zoiets van: oké, okay, deze gaan we nou lettend, nou lettend in de gaten houden. Ja. En uh. Uh, toen kreeg we op een gegeven moment te horen: van nou, hij komt uh, in uh, de maand mei uit hij mm -hmm. komt op Game Pass. Nou, ik zeg nou, dat is dan gewoon uh, easy uh, pickings wat dat betreft. Ja. Daar gaan we mee aan de slag. Op de PlayStation kun je hem trouwens ook halen. Daar kost hij 19,99. Dus het is, een, het is een, uh, qua prijs een bescheiden game. Hij is ook qua speelduur bescheiden. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja. Uh, kun je maar even de gameplay. Voordat we inhoudelijk ingaan. Waar bestaat de gameplay uit? Um, uh, parryen, blokken en slaan. Ja, dit, en gaandeweg. gaan de weg naar meer hoor. Ik bedoel, en hoe verder je komt. Hoe meer uh, move je tot je beschikking krijgt. Mm -hmm. um, en, en naast het zwaardvechten als samurai, heb je ook nog op een gegeven moment de beschikking over uh, van die werpmesjes? Ja, Shirok. Ik ga het even opzoeken, maar ik wil dat wel eventjes goed hebben. Uh, inderdaad, je hebt, je, hebt, je hebt drie dingen. De, de otsutsu. Ja, dat is, de, dat is een soort van blunderbuss, een, ja, een gun. vind ik fantastisch. Uh, je hebt bogen en um, je hebt shurikens. En feitelijk ja. vecht je voornamelijk met de katana, die in principe niet sterker wordt of dat soort dingen. Je, je krijgt gewoon wat meer... Uh, een paar wapens erbij, uh, je, je stamina en je leven die wordt, st wordt steeds uh, groter. En Daar je krijgt moet je steeds wel iets voor vinden, hè? om je ja. stamina ja, nee, en, uh, en health te vergroten. Exact, het is een side-scrolling, ja, ze noemen dit 2.5D. Want... Ja, omdat je ook af en toe de diepte ingaat. Je zag het net al, je, je, je loopt af en toe ook van onder naar boven en, en vice versa. Maar de meeste actie vindt daadwerkelijk plaats in een 2D-setting zoals hier. Ja. Je hebt verschillende vijanden waar je tegen vecht en je hebt een aantal eindbazen. Uh, de bedoeling is vooral dat je kijkt naar wat je vijand doet. Welke stance hij aanneemt, welke aanvallen hij heeft. Doet hij bijvoorbeeld één klap? Twee klappen of drie klappen, of heeft hij bijvoorbeeld een patroon van eerst twee klappen, stop, drie klappen, stop. Um, en op basis daarvan ga je kijken welke move je er moet uitgooien. Uh, je hebt feitelijk light moves, die zijn sneller, en dan heb je de slow moves, uh, die zijn harder. Uh, nou, je ziet het er allemaal. Je krijgt allerlei combinaties. En um, ja, dat is eigenlijk het, het, het vechten. Het, 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 feitelijk krijg je de hele tijd soort van kleine arena's uh, voor je. waar... 1, twee, drie, vier soms en ook nog soms van beide kanten uh, komen en dan is het aan jou. En um, in eerste instantie dacht ik van oké, okay, um, dat kan behoorlijk uitdagend gaan worden. Want het heeft alles wat ik bijvoorbeeld tof vind uh, bedoel, met, met zwaardvechten. Mm -hmm. Alleen, als we heel eerlijk moeten zijn, um, ja, het werd op een gegeven moment een beetje repetitief. Ja, en dat voor een game die niet eens zo heel lang duurt. Nee. Um, je kunt het natuurlijk wel he, door, door de verschillende moves uh, te gebruiken uh, wat gevarieerder maken. Ja. Maar uiteindelijk komt het toch vooral hierop neer. Weet je wel, links van je vijanden, rechts van je vijanden. Um, en, en maar gewoon, ja, parryen, Wat, wat ik vrij on en zeker inconsistent systeem vond, het parry systeem. Want ja. echt, ik bleef tot het einde van deze game echt moeite houden met de timing van het parry. Ja, ja, ja. ja. Um, er zijn kleine tells, er zijn kleine hints van wanneer het ongeveer, wanneer je de, de parry kunt inzetten. Want parryen is beter dan blokken. Blokken kost veel stamina. Parryen, dan kun je uh, na een parry kun je vaak een een, een tegenstoot uitvoeren. Mm -hmm, yeah. Dus dat is altijd beter. En uh, plus met een geslaagde parry en hit en een kill krijg je ook weer vervolgens uh, een beetje health terug. Dus dat, uh, dat, dat, speelt, ja, dat is ook belangrijk, weet je wel. Uh, maar ja, uit, uitdagend is het wel. Ik heb even de verschillende moeilijkheidsgraden uh, gecheckt. Easy, normal en hard. En als je vervolgens ook nog uh, de game uitspeelt op hard, dan krijg je nog een extra moeilijkheidsgraad. Nou ja, normal is op zich al uitdagend genoeg. Uh, waarbij wel gezegd dient te worden dat je vrij snel uh, weer van die shrines tegenkomt om te saven en um, te ja. healen, zeg maar. Het probleem bij dit soort games... en daar hebben we het al vaker over gehad... en dat is natuurlijk gewoon... Uh, en dan refereer ik even naar, naar, naar de Souls Like, naar From Software... alhoewel het totaal niet zo'n game is, begrijp me niet verkeerd... maar dan er gaat het erom dat als je iets uitdagend wil maken... binnen zwaardvechten met, met eindbaas of gewone vijanden... Dan moet, dan moet de gameplay, de besturing topnotch zijn. Zodat je niet het gevoel hebt van... Maar, Waarom krijg ik nu klappen? Ik, ik reageer op tijd. He, met name bij het blokken en het parryen had ik af en toe het idee van: Maar ik, ik, ik reageer op tijd en toch krijg ik een klap voor mijn donder. En dat gaat op een gegeven moment frustreren. Ik, bedoel, ik ben op een gegeven moment wel uh, uh, naar Normal gegaan. Ik heb het even in hard geprobeerd. En soms ging ik ook even naar Easy toe. Puur en alleen omdat ik gefrustreerd raakte door dat er soms wel wat complexe stukjes in kwamen... met, met bijvoorbeeld vier vijanden of een wat langer gedeelte. Hè. Dat, soms is het heel kort en soms is het ook... Uh, dan krijg je vier vijanden en dan haal je het net. En dan denk je van, nou, nu zal ik wel een shrine krijgen. En dan krijg je nog eens een keer een paar vijanden. Ja. Um, het, 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 het vechtsysteem is niet... Dit is, het, het, het is niet broken, maar het is ook niet superieur. Nee, het is, uh, hoe zeg je dat, sufficient. Het is, ja. het is, het is net aan toereikend. Ja. En, uh, waarbij het dus soms gewoon uh, frustrerend is dat je het niet altijd in eigen hand lijkt te hebben. Nee. Uh, ja, had het vergeeflijker gemaakt moeten worden of had, de, uh, had de, de, de window of opportunity voor de parry misschien iets toegevelijker moeten zijn? Het is een beetje moeilijk in te schatten. Ik weet mm -hmm. niet goed waar de, waar de crux uh, ligt. Maar uh, dat het niet helemaal 100% waterdicht is. Ja, dat, 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 ja, daar kunnen we het denk ik wel over eens nou, zijn. Toch? Ja, het, 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 het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat het een wat kleinere studio is. Het is een Paul Studio Flying Wild Hawk. Die de game van developer uh, van uh, Devolver kreeg. Het is wel grappig dat. Leonard Menciari. Dat was de man die, deze, uh, die dit bedacht heeft. Die was eigenlijk een beetje aan het goochelen met zwart-wit in Unreal Engine. Die, nou, die kwam met een heel mooi sfeertje terecht. Die Volvo had weer een beetje het idee voor een soort van. Samurai game. Uh, in in, in Shinto-religie. Um, en ze hadden nog wel een studio die dat zou kunnen doen. Nou, zo is het een beetje bij elkaar gekomen. En ik denk dat die studio. Het is gewoon heel moeilijk om een perfect systeem te maken. Ik uh, bedoel, want. Hoeveel games. SS Creed vind ik ook hit en miss af en toe, weet je wel. Er zijn zoveel van dit soort games. die gewoon net. die nog steeds het gevoel geven van. ik verlies nu of ik ga nu dood. niet omdat ik niet goed ben, maar omdat. het systeem niet helemaal klopt. En die, die momenten die heb je hier. En ja, dat, dat is vervelend. Um, omdat ik denk. en wat ik ook lees, is. Um, ja, sommige mensen zijn gewoon wat teleurgesteld. Dat ze, dat ze, als je gewoon een beetje dit, dit in je vingers hebt... dat je er gewoon redelijk easy doorheen wandelt. Als je het in de vingers krijgt, inderdaad. Ja. Maar je gaat ook meerdere stukken uh, dood en het opnieuw... Het, wat dat betreft is het trial and error. Je, mm -hmm. je, het is het doorkrijgen van de vijanden. Uh, de verschillende soorten vijanden. Gewoon van menselijke vijanden tot aan spirits... tot aan uh, dit soort bazen. Ja. Zijn er niet heel veel, overigens. Uh, en uh, ook nog een soort van... Uh, hoe noem je ze nou ook weer? Soort, soort zombie-achtige creatures, laat ik het daar maar even ophouden. Ja. Um, en uh, ja, dan hoop je echt op tijd ass gameplay. En die is er grotendeels wel, hoor. Uh, mm -hmm. nee, uh, ik bedoel, laat er geen misverstanden over bestaan. Uh, vaak genoeg gaat het ook wel goed. Het is niet echt helemaal. Uh, ...kapot dat het onspeelbaar wordt. Nee, Zeker nee. niet. Nee, uh, precies. Je ziet ook dat beeld hier... ...dat had ik vaak ook... ...dat je, je moet oppassen... Dat je, ...dat je niet helemaal tegen het einde van het leven... ...want is, bedoel dan is wel grappig... ...als je dan denkt... Van, ah, ...ga ik nog wat verder terug... ...dan, dan die zijkant gaat een beetje... Ja. Kzz, kzz, weet je, ...alsof je televisie begint te stotteren. Uh, dan kan je niet meer terug... ...en dan heb je wel een probleem... ...want je kan vaak ook niet rollend langs de meeste mensen. Sommige vijanden kan je weer rollen, erachter komen. Vaak rol je tegen ze aan inderdaad. Ja, ja, precies. Dan heb je dan een probleem. Nou, Dan heb je dan weer een bepaalde move voor... waardoor je, uh, zeg maar, hem, ja, dat je parried... en dat je er omheen draait en dat je ja. achter hem komt. Ook dat is vaak best wel een knoppencombinatie... die voor mijn gevoel niet altijd werkt. Want dan, dan schoot ik ineens te ver naar achter en dan die klap die kwam dan weer niet aan. Ja, dan had je de klap iets eerder moeten uitvoeren, zeg maar. Dus nog, ja. terwijl je in dat, in dat moment zit van de vijand passeren... kun je al die slag uitdelen exact als je daar te lang mee wacht dan heb je dan zit er te veel ruimte tussen jullie en dan uh, dan dan, dan, dan een, een, een mis inderdaad nee en, en wat ik ook vaak had is dat je doet heel veel met met X X is eigenlijk je je je, je main uh, knop uh, ik heb hem op de Xbox gespeeld Skate ook uh, de de I is dan feitelijk de zware uh, aanval die je ja, daar, daar moet je wel voorzichtig mee zijn want die maakt je kwetsbaar maar heel veel combinaties uh, um, doe je met je ja directional uh, met je met je, met je, met je pokey, naar boven ja. Beneden en uh, gewoon op x druk is een, is een stoot naar voren, en vaak ja, had ik het niet helemaal door. Van moet ik nou eerst de x of dan naar boven? Want ik was aan het bewegen en dat hij er dan, dan niet lekker uitkomt. Dat ik wat meer aan het steken was dan dat ik bijvoorbeeld de uh, deed als ik hem naar boven deed. Ja, snapte ik ook niet helemaal. Want soms drukte ik op i voor een zware move en dan, ga, dan maakte hij toch een normale voorwaartse, move. nee, exact. En, en en wat ik ook uh, lichtelijk irritant vond: je gebruikt hier dus a. Uh, op de Xbox ja. om snel van links naar rechts te switchen en andersom, ja. omdat je vaak vijanden links en rechts van je hebt. Maar ik, ik weet niet of het in mijn systeem zit, maar a, het doet bij mij normaal gesproken springen, zeg maar. Bijvoorbeeld, ja, 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 ja. ja. En ik, ja, misschien had ik dat, eerst wat meer uit mijn systeem moeten krijgen op de een of andere manier of zo. Maar ja. ik kwam daardoor vaak in de problemen doordat ik dan stond ik voor, ik stond links en een vijand stond rechts en um, maar dan zat ik nog in een bepaalde sequence of zo... en ik druk op A, omdat ik... ik weet niet wat ik wil doen... maar vervolgens sla ik de verkeerde kant op... en word ik in, in ja, mijn rug uh, uh, geslagen, ja. weet je wel? Omdat ik A gebruik als... in mijn hoofd als iets anders. Ja. Dat had ik niet moeten doen, maar... Uh, het is me wel meerdere keren overkomen... dat je in de drukte, in de hectiek van... vechten tegen vijanden links en rechts... dat je dan nog wel eens de verkeerde kant op kijkt... Ja. door het gebruik van de A-knop. Nee, absoluut. Uh, dus, dus, ja, wat ik zeg, niet... niet Perfect. Je zult echt momenten krijgen... dat je denkt, goh, jezus Christus. Bedoel, dat is de besturing die het doet en niet ik. Uh, maar laten we even... toegaan naar het zoet. Want ik heb er ook een tweet over gemaakt. dat um, Al vrij snel had ik, had ik zoiets van... oké, okay, maar die gameplay... ja, is niet mega uitdagend. Um, soms zelfs frustrerend. Soms zelfs niet leuk. Um, normaliter zou ik dan zeggen... ja, dan zou ik die game... ja, laat maar zitten. Maar deze game wilde ik gewoon tot het eind spelen, ook al, al zou, al zou het nog de, de, de gameplay nog vele malen verrotter zijn, want dit is, ik wil niet zeggen de mooiste game die ik ooit gespeeld heb, maar als we het hebben over bijzondere graphics, uh, over uh, ongelooflijk sfeervol, over vernieuwend, ja vernieuwend niet, maar uniek, laat ik het gewoon uniek noemen, een stijl. Um, ik heb Ghost of Tsushima gespeeld. Vond ik ook een prachtige game. Maar dit vond ik nog meer Japans. Nog meer de vibe hebben. Um, ja, dan ik ooit heb meegemaakt. En zwart-wit kan een, kan een vreselijk gekunstelde kunstgreep zijn. Maar dat vond ik hier helemaal niet. Die, die tinten. Um, nee, de, de Kurosawa vibe. De, de, de regisseur uh, van die, zwart -Japan, die Japanse zwart-wit films. Ja. Die is echt heel duidelijk voelbaar hier. Ja. En um, doet. De game ook zwaar eraan, uh, wat mij betreft, ja, ook omdat Fantastisch. Kijk, het is side scrollend in principe, maar dan zou een, een gemakzuchtige developer had alles gewoon zo laten lopen, maar dan ga je weer naar boven, dan ga je weer naar links. Um, je komt in, je begint feitelijk meer in het, in het feudale Japan, zoals het was in de edo tijdperk, maar je gaat ook naar, zeg maar, naar de shinto-religie, de de de, de 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 dood, want je, je bent op zoek, feitelijk, je, je, jouw warrior, jouw baas, um, jouw leermeester, die gaat dood omdat. Jij een dorp verlaat, die wordt aangevallen en jij hebt gezworen om hem te wreken. En zijn dochter, Aito, volgens mij. Oh jezus, ik ben even, nou ja, ik ben even de naam. Gekregen. Nou oké, okay. en, en zijn dochter uh, ja, te wreken en te gaan vinden. En dat is eigenlijk, in, daar ga je ook helemaal het spirituele in. Maar als je dit ook ziet, er gebeurt van de windval, uh, als je buiten bent, de, de, de regen, het sneeuw. Um, het is zo mooi gedaan, er zit diepte in, er gebeuren dingen. Het is. Ja, mijn vriendin heeft de volledige vijf uur naast me gezeten. Um, en dat gebeurt zelden. Gewoon van... Omdat elke wisseling van... van want je, je loopt feitelijk naar het einde toe. En dan plop, krijg je weer een nieuwe scène. Over ja. alles is nagedacht. Ja, en echt de ene scène is nog mooier dan de andere. Ongelooflijk, Of het, nou, ja. of het dan gaat om de, de overworld, zeg maar. Hè? De, ja. de, de normale wereld. Het begint allemaal vrij rustig. Uh, in, dat, in het dorpje waar je leeft. En, um, en vervolgens wordt het allemaal... Ja, steeds. donkerder ja. En, en, en mysterieuzer en, en gevaarlijker. Uh, je ziet het ook aan de vijanden, die op een gegeven moment steeds meer transformeren, als het ware. Ja. Um, je, je, het verhaal dat onder, hè, je hebt het, het is een typische revenge-story. Zeker. Waarbij je jezelf op een gegeven moment ook gaat afvragen: van... maar, wacht even, aan welke kant van de medaille zit ik nu? Zit mm -hmm. ik nu aan de goede of zit ik aan de verkeerde mid, uh, kant van de medaille? Ja. Um, Zelfs de cutscenes zijn gewoon. Prachtig. Ze zijn een beetje vaag, ze zijn niet knisperscherp, maar dat, ja, dat, dat geeft een enorme. Dit is die 50s-filmstijl, uh, ja, zeg maar. Japanse stemmen, schitterend. Uh, uh, ook, ook geen... Wat je vaak bij dat soort historische games, dat is toch een soort van een beetje de tijd van nu willen meenemen, want dan uh, gaat het allemaal wat sneller. Dat hebben ze ook niet gedaan. Het blijft allemaal authentiek. Uh, ze hebben ook echt historische, Japanse historici hierbij betrokken. De ja. um, martial arts klopt. Um, het, het, ja, het is, ik vind het een fantastische, een fantastische game. En dat maakt voor mij ook een, lastig om, om hier een oordeel over te geven. Want nogmaals, ik begrijp iedereen die zegt van ja, leuke grafische stijl. Maar het gaat me om de gameplay. En die gameplay is gewoon niet top notch. Het is gewoon een 7,5. 7 dat snap ik. En aan de andere kant wil ik eigenlijk dat iedereen dit ervaart. Laat ik het zeggen, misschien is dat de beste. Je moet het ervaren, misschien niet zozeer spelen. Misschien. Is dat ook wel eens lekker om iets visueel gewoon een visuele pracht te krijgen, terwijl je er niet zo heel veel moeite voor hoeft te doen om er doorheen te komen? Genoeg moeite, maar het, het is een hele. Ja, ik heb terwijl het prachtig weer was buiten, heb ik dit met veel plezier um, gespeeld. Ja, ja, ik, ik zou zeggen ik geef het het voordeel van de twijfel. Ja, uh, want. Zoveel moois um, in die, ja, wat zal het zijn, vier, vijf uur. Maar waarbij het wel overigens zo is dat er meerdere einden zijn. Ja, zeker. Uh, Zo'n drie eindes. Dus je kunt in principe gewoon de tien tot 15 uur mee bezig zijn als je ja, wil. Er zijn ook nog uh, ruimtes die je kunt ontdekken voor wat 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 extra dingen, Collectibles... die ook weer heel, heel ja, historisch zijn. Maar ja, dat ja, wel. Me... Maar de collectibles... ik op een gegeven moment ik vond ja, het nee, zo ik dat heel ik, erg nee, belangrijk. Nee, dat dat snap ik. Uh, het is leuk om wat achter, wat background information te krijgen, maar het, het speelt geen doorslaggevende rol in, dit, uh, uh, in deze game, weet je wel. Ja, ja. Voor de completionists en dergelijke die alle trophies of achievements willen halen, uh, is het uh, misschien leuk om dat allemaal te vinden. Maar voor was het niet essentieel. Waar het mij meer om ging... is dat ik um, mijn health en mijn stamina... met uh, de items die hier en, en der verstopt ja. waren... dat ik die gewoon lekker uh, kon oppompen. Want die heb je op een gegeven moment wel nodig, hoor. Richting het einde toe. Je kunt ja, echt nee, niet het uh, met basale uh, health en stamina... balkjes of, of dingetjes uh, de, de game doorkomen. Nee. En, en dat maakt Track to Yomi eigenlijk wel tot een... Uh, ik wil niet zeggen dat het een nieuw genre is, maar... Nee, absoluut dus maar niet. Kijk, de laatste tijd hebben we natuurlijk heel veel games... We hebben heel erg gemopperd over games die te makkelijk zijn. Uh, we hebben een enorme boost gekregen door Elden Ring... en ook een aantal andere games die gewoon echt ouderwets gamey zijn. Echt gamen om het game, om actiereactie. Returnal, ook zo'n voorbeeld van... Extreem moeilijk. Uh, Sifu. Al, uh, alhoewel ze daar nu een makkelijke mode aan hebben gedaan. Maar dat maakt niet uit. Er, pittige games. En nu heb je opeens zo'n game. die eigenlijk. misschien onbedoeld, ik weet het niet. Maar eigenlijk meer visueel. Um, je zintuigen streelt. En. het is interactief. Maar het is niet. Het gaat meer richting, zeg maar, de uh, games. De uh, quick time. Niet dat dat quick time is, maar. Ik bedoel, je, alles je? behalve hoor. Het is alles behalve. Nee, maar time. de games die je speelt. De uh, query zal er ook zoiets zijn van. Niet, niet super moeilijk. Je bent niet. Oh, maar gewoon. Je bent gewoon aan het ervaren. Je bent aan het kijken wat er gebeurt. Um, en dit is dan zo'n. Ja, ik, 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 ik weet niet. Ik, nogmaals, ik wil het iedereen aanraden. en Ik kan het iedereen aanraden. En omdat het op Game Pass staat, dan, dan zie je ook gewoon weer het voordeel van Game Pass. Dan, dan valt dat ook een beetje weg. Dan, je moet dit gewoon is proberen. Laat het over je heen kopen. Doe het lekker s'avonds, gewoon lekker, lekker een beetje donker in de kamer. En, dan... en als, het, als het twee stientjes kost op de Playstation... Ja, het is, het is, uh, dan ga ik. je ook geen buil aanvallen. Nee, was het full duur. price geweest, dan, dan, dan is er wel een issue. Uh, maar vanaf het begin af aan heb je gezegd... we willen een kleine game maken. De Valve maakt veel van dat soort games. En ik vind het iets unieks. Ik, uh, ik, ik heb dit nog niet eerder gezien. En ik, ik zou graag meer van dit soort visuele... Prachtige, dit is bijna kunst, zeker. Maar dan dan wil ik wel dat het kunst is die ondersteund wordt door iets okay, tijdelere ja. uh, gameplay. Uh, game mechanics zeg maar. Ja. Uh, want uh, ja, iemand als ik die, uh, ja, die gewoon timing, uh, mijn begrip als timing essentieel vindt. Ja, in, uh, dat, dat kan irriteren. Ga action games, zeg ja. wel. Ik bedoel, alles valt of staat daarmee. En als het Zeven van de tien keer goed gaat, zeg maar. Als je zeven van de tien keer het gevoel hebt van, oké, ik heb de timing door. Ja. Ja, is dat dan goed of is dat dan niet goed? nee. Er zit, er zit een haakje en een oogje aan. Was dit visueel niet aantrekkelijk geweest of feitelijk gewoon heel simpel side scrolling, dan, dan hadden we een probleem gehad. Maar het is die kunst, die de visuele spektakel wat je, wat je meemaakt, die voor mij ervoor zorgde dat ik er eigenlijk niet zo'n probleem had. En let wel, hè, ik ben een game die, gamer die niet zo goed daarin is. Dus ik vond het dan op een gegeven moment ook wel fijn. Maar ik herken wel op een gegeven moment van... ik had op een gegeven moment wel wat een do, beetje door wat ik moest... bij bepaalde vijanden. En dan ga je er ook heel makkelijk doorheen. Maar ik had dit voor geen goud willen missen. Same, same. Dit is een, dit ja. is een, uh, dit is een game die in een weekendje... gewoon uh, met, met heel veel plezier en hier en daar wat frustratie doorspeelt. Maar waarbij uh, zeker de visuele pracht... Uh, ondersteund door een typische Japanse uh, revenge story. Ja, kijk je, op, man. Het, het meestal beklijven, weet je, wel. Ja. je zult niet terugdenken aan deze game van. Ja, Jesus Christ. Uh, wat, ja, hier en daar toch wel wat matige game mechanics. Nee, nee. Dit, dit is echt die game waar je de rest van het jaar in ieder geval, als je je lijstje maakt in je top 10. Dat die zeker uh, een contender gaat worden. Alleen maar vanwege de unieke nou, visuele spel. Absoluut. Hij staat wel uh, in mijn top 10 lijst. We zijn natuurlijk nog maar zo heel kort. En laten we afsluiten dan. Als er een partij is die deze visuele pracht... maar ook gewoon het, het, het historisch... het, het op, een, op een mooie manier verwerken van een stukje historie... dat kan koppelen aan tijd gameplay... dan heb je een winnaar. Want niet elke game hoeft 40 uur te zijn. Dan vind ik... Vijf uur voor 20 euro. Um, het is een waanzinnige ervaring. Uh, wat ik al zeggen, het is twee keer een film. En als je twee keer een goede film zet, dan zit ook niemand om te zeggen: nou, Ik heb 11 euro voor niks betaald. Dat is wat het is. Je kan het nog een keer spelen. Um, waanzinnige game. Uh, ja, de, de gameplay. Dus ja, laat het even op je inwerken. Ben jij echt iemand die zegt: van, Die gameplay moet goed zijn, anders trek ik het niet? Dan is het vervelend. Maar goed, um, anders, zeker als je Pass hebt of PC. Ja. En al helemaal in een periode waarin we nou niet bepaald nee. uh, verwend worden met, uh, met nieuwe games. Hè, nee, zo? en het is hartstikke mooi weer, dan is vijf uurtjes ook lekker uh, te doen. Dus uh, dan vind ik het echt een aanrader.